Ja, Marvin Peersman, de eerste minuten in de benen voor FC Groningen. Hoe was het? Ja, ik vond het goed gaan. We maken twee goals. Een beetje meters maken. De jongens leren kennen. Het is de eerste wedstrijd, dus ja, voor mij was het wel positief. Ja, nu zit je hier natuurlijk een aantal dagen. Wat zijn een beetje je eerste indrukken van de club en van de omgeving? Heel professioneel. Alles is heel goed geregeld. En ja, ik zit nu in het hotel, dus een beetje drukke dagen met een huis zoeken, auto zoeken. Dus ja, een beetje druk, maar ja, goede indruk. En hoe is de groep? Want ja, je bent natuurlijk dan nieuw, allemaal nieuwe jongens. Ken je toevallig al iemand? Ja, ik ken Kevin van bij Cambuur. Maar voor de rest is het voor mij heel nieuw. Maar tot nu toe leuke jongens, veel jonge jongens. Want ik ben al iets ouder, dus ja, ik heb er zin in. Ja, nu kom je natuurlijk wel bij een club die een afschuwelijk jaar heeft gehad. Dat is een beetje een understatement. Ja, de knop moet toch ook worden omgezet? Lukt dat tot nu toe een beetje? Ja, voor mij, ik heb het niet meegemaakt. Dus ik hoop het wel. Maar dat is voorbij, dat is de verleden tijd. Dus nu moeten we vooruitkijken. En we moeten positief blijven. Niet in die negativiteit van vorig jaar, want daar help je niemand mee. Dus ja, ik kijk het heel positief. We gaan leuke wedstrijden hebben. Veel wedstrijden winnen en dan gewoon promoveren. Ja, want jij hebt natuurlijk een tijdje in het buitenland gezeten bij een paar clubs. Wat was voor jou toch de reden om terug te keren naar Nederland en naar FC Groningen? Ja, als je heel lang in het buitenland zit, mis je familie, je vrienden. Oké, Groningen is niet heel ver, is heel ver van mij, van België. Maar ik kan het met de auto doen, anders moet ik vliegen. En zoals ik zei, het is een grote club. Mooie kans voor mij om terug naar Nederland te komen. Dus ja. Wat is een beetje, je bent natuurlijk dan hierheen gekomen. Wat is een beetje het plan wat jou is voorgeschetst voor jou persoonlijk? Is het echt van dat ze eigenlijk jou wel zien als een basisspeler voor de backpositie? Of heb je nog wel wat te bewijzen? Ja, dan moet je de trainer vragen. Maar ja, voor mij is het gewoon heel duidelijk. We willen promoveren. Al speel ik veel wedstrijden, speel ik minder wedstrijden. Zolang we maar promoveren, dat is het belangrijkste.